Al weken zijn de kinderen van verschillende Rotterdamse basisscholen aan het oefenen in de klas. Ze zijn in de weer geweest met gitaren, violen, fluiten en nog veel meer instrumenten. De Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam laat de kinderen kennis maken met muziekinstrumenten. Met als klap op de vuurpijl een concert in de Doelen in Rotterdam. En vandaag was het zover. De kinderen mochten zelf kiezen welk instrument ze wilden spelen. Voor de meesten een weloverwogen keuze. Waarom heb jij voor de blokfluit gekozen? Nou, alle andere instrumenten die vond ik een beetje moeilijk. En we hadden in het begin oefeningen gekregen om te kijken welke het leukst was. Toen vond ik de blokfluit het makkelijkst en het leukst. En waarom heb je voor de klarinet gekozen? Nou, ik vind het een mooi geluid, want het is niet te hard en ik vind het niet te zacht. Hoe vond je het concert gaan? Goed, heel leuk. Wat vind je het leuk aan zo'n groot concert? Dat je heel veel zingt en heel veel speelt. De dirigent is in ieder geval tevreden. Het is altijd super spannend. Het is al het derde jaar dat ik het doe. En je moet binnen een uurtje alle koppen dezelfde kant op krijgen. En dat is altijd wel een gedoe. En heel erg leuk gedoe, maar super spannend. Maar ik vond het behoorlijk goed gaan. Het is de derde keer dat dit concert wordt georganiseerd door de SKVR. Presentator Sipke Jan Bousema is er vanaf het begin al bij. Hij is zelfs een beetje jaloers op de kinderen. Je kan alles uitproberen. Ik had het vroeger niet. Ja, ik heb vroeger wel muziekles gehad. Maar dat je een viool mag uitproberen of een accordeon of een gitaar. Dat is echt uniek. En dan ook nog eens een keer spelen. In zo'n groot concertzaal, dat is toch echt wel uniek.